Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games of The Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen. We spelen op de map Egypt met een piramide. Kortom. My name is Jeff. Juist. Illuminati confirmed. Again. We gaan in ieder geval lekker spelen. Ik ga natuurlijk mijn best doen of we hier kunnen winnen. En ja, mocht je nou benieuwd zijn of ik op jou heb gereageerd, check dan even de vorige video. Dan kom je er heel snel achter. Hoe kom je daar? Heel simpel. Eerst link in de beschrijving. Of natuurlijk aan het einde van de video. Het pictogram klikken van vorige video. Word je er meteen naartoe gelinkt. En als je natuurlijk dan toch bezig bent, klik dan vast op de... Oh man. Op deze video een like aan. Bijvoorbeeld dank. En dan ga ik natuurlijk mijn best doen om een win neer te zetten. Hoewel wij... We hebben een diamond verloren. En we hebben een stone sword verloren. We hebben wel een broek gekregen, maar... Het is niet de broek die ik wil, want ik krijg alsnog toch wel een broek. Maar weet je, ik doe lekker een paarse broek aan, want dat is gewoon mooi of zo. Ik heb werkte waar geen flauw idee. Oké, we gaan hier snel kisten openen, kom op. Give me more, give me more, give me more. Kom op. Gun me eens wat... Oh man. Ze gunnen me helemaal niks vandaag. Nou ja, dat is ook weer een beetje heel erg zielig gezegd, maar... Ja, oh man. Het is niet fantastisch, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel eens wat beters gehad. Terwijl iemand daar al naar boven aan het gaan is, ja weet je, fuck hem. Ik ga gewoon achter hem aan. Weet je, ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar hij wordt mijn target eventjes. Ja, we moeten ook targets hebben in de game natuurlijk. En dit wordt gewoon mijn target. Kom maar eens even tevoorschijn, meneer. Hello, sir. Sir, do you wanna fight with me? Or not? Yes. Or not? Oké, ik ga sowieso mijn gear krijgen, dus ik moet nu dit er wel even uit gaan trekken. Want anders ja, kan ik gewoon niet met hem vechten. Zo, oké, mijn gear is hier ervoor aan. Let's freaking go. Ik ben benieuwd wat deze vent voor kit heeft. Daar gaan we in ieder geval achterkomen, lijkt me. Sir. Sir. Als je nou ging opletten en mij eerder met mij zou gaan vechten, had je misschien kunnen winnen. Hoewel ik de kans daarvan niet heel groot had ingeschat, maar ja, hij had kunnen winnen. Denk ik. Maar goed, wij zijn natuurlijk nu heel dicht bij de piramide. En dat betekent natuurlijk dat wij al onze powers ja, naar ons toe geslurpt worden als het ware. Weet je? Dat oog dat over ons waakt, dat ene oog met een mooie groene omheining wat naar ons toe slurpt om ons sterker te maken. Wij kunnen hier gewoon niet doodgaan, dat is gewoon onmogelijk. En we vinden dit keer hier niet een iron body. Misschien hier. Waar was die kist? Hier is ook nog een kist. Ik moet zeggen, hierboven. Het is, ja, laat ik eerlijk zijn. Het is een beetje irritant. Oh, daar komt iemand aan. Er zit iemand onder mij, joh. Het is een beetje irritant om hier te komen, vind ik zelf. Om helemaal hier naar boven te komen. Als je er eenmaal bent, joh. Oh, dit is wel hoog. Er zit hier wel veel loot. Dat is wel zo. Er zit hier echt pittig veel loot. Deze kerel mij 100% heeft gezien nu. Kom nou hier, man. Hey. Edison. Oh, man. We got a runner. We got a aspect runner. Alright then. Kom nou maar hier, jongen. Ik wil gewoon met je vechten. Ik doe je gewoon compleet na. Ik spring ook van die berg af, weet je. Dat interesseert me ook helemaal niks. Zal ik arrows hebben? Ja, ik heb arrows. Oké. Oh. Oh, man. Hij is zielig, man. Hij rent weg. Nou, kom eens even hier, man. Nee. Ik had gehoopt dat we hem nog konden hitten, maar... Nee, deze man die is goed weggerend voor mij. Dat heeft hij goed gedaan. Hij is goed ontkomen. En nu zit ik hier zo van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Maar aan de andere kant, ach, wat maakt het uit? We doen even deze helm op. Ik weet niet meer wat beter is en wat niet beter is, mensen. Sorry daarvoor, ik onthoud het allemaal niet, weet je. En ik vind het ook allemaal heel erg mooi wat nou wel en wat nou niet beter is. Ik doe gewoon lekker aan wat ik denk dat het goed is. En laten we daar lekker op gaan houden. Maar we kunnen heel moeilijk doen. Ja, dit is misschien wel een half stukje allemaal beter dan dit of dat. Ja, heel mooi daarvoor. Ik ga gewoon lekker spelen. Ja, oké. Okay. Wat de freaking... Oké, hier hebben we een diamond body. Een diamond body. Ik wil die diamond body hebben. Dat is creeper kit 10 als ik me niet vergis. Maar het lijkt ook wel dat hij al een stone sword heeft. Dus dat wordt sowieso dan al... Oh man. Kijk hoe snel die is. Ja, dat dacht ik wel. Oh man. Kom op. Doorrennen, Duffy. Oh man, my name is Jeff. Laat me met rust. Ik ben Jeff, laat me met rust. Oh man. Goddammit. Weet je wat het is? Als hij speed heeft, is hij nog OP'er. En natuurlijk, hij is al een tank door zijn body. We zijn hem kwijt. Hij zit daar in de spawn. Oké, hij zit daar in de spawn. Weet je, hij is truce met iemand aan het doen. Dat las ik net in de chat, maar ja. Oké, ik leef nog. Daar gaat het om, weet je. Ik bedoel, I'm alive. That's important. Maar die kerel, voor mij staat die Gamebuster 101. Freaking diamond body. Voor de allereerste keer dat ik een diamond body heb gezien in de Hunger Games. Na 307 afleveringen. Ja, of ik ben hem... Of iemand heeft ooit misschien wel een keer die kit gehad dat ik hem niet killed of slash heb gezien. Maar wauw, dit is echt gewoon de allereerste keer dat ik het zie. En ik dacht, weet je wat, ik ga hem downhunten. Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand anders op hem zou gaan met die diamond body. Waardoor hij low was, kon ik hem daarna weer gaan aanpakken. Als het ware als zeg maar, een soort van de cleaner.
En dan die game daarmee te winnen. Maar hij pakt maar kill na kill, joh, deze vent. Ik zeg heel eerlijk, ik wil niet met hem vechten. ik denk dat ik wel met hem moet vechten. Ja, hier gaat hij nog vragen. Heb je creeper level X, meneer? Ja, dat heeft. Als je nou gaat teamen met een andere MVP plus gozer, dan ben je wel heel slecht, hoor. Laat eerlijk zijn. Dan ben je... Oké, pak nu nog een kill. Dat betekent dat ik nu met hem en die andere vent in de deathmatch zit. Mensen, ik ga nu al wedden. Voordat überhaupt de deathmatch is begonnen. Ik word derde. En zij twee gaan eerst mij downhalen voordat ze op elkaar gaan. Daar durf ik 10 euro op te zetten. Dat gaat gebeuren. Nou, 10 euro, ik durf er wel meer op te zetten. Ik denk wel 20 euro. Dus echt, deze lui die gaan sowieso zo spelen. Dat kan gewoon niet anders. Ik kan nu niet naar midden toe, want hij zit midden aan het ja, beveiligen als waar. Zoals je kunt zien, maar hij rent nu ergens daar. Want als ik nu naar midden toe ga, dan ben ik sowieso de klos. Ik zou het ook al niet meer halen qua tijd, dus... Maar dit is... Oh my god. Why? Waarom kom je nou deze mensen tegen? Dit is mijn map. Zie je, dat is mijn map. Daarachter zit mijn piramide, maar... Oké. Lekker voor je dat jij je creeper zo hebt gebruikt, jongen. Lekker voor je. Nice one. Nice. Oké. Ik ga denk ik wel gewoon down proberen te callen. Denk ik. Hij gebruikt speed, oké. Oké, ze gaan wel gewoon vechten met elkaar. Ah, ja, ik ben... Shit, nu heb ik 20 euro. Maar ja, ik heb niemand de deal gesloten. Ik ben tweede geworden. Toch beter dan had ik verwacht. Deze kerel heeft gewonnen. Ja, dat wisten wij eigenlijk al. Deze zou winnen met zijn diamond body. Mensen, ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik weer in de maps docs. In de maps? In de map docs V1. Ik neem een wolvenkit. Ik weet niet waarom, maar ik hoop in ieder geval dat we dit keer verder kunnen komen. Ik ben natuurlijk wel tweede geworden, dus wat dat betreft, het is positief. Maar het was jammer. Maar goed, ook al zou hij niet met iemand hebben getruus of weet je wel, al had hij met iemand lopen teamen, wat ook solo kon ik hem ook niet aan. Ik had het gear er niet voor, dat is zo één ding al. Ik had tweede, dus ik had geen speed. En ten derde, ja, het wapentje had ik wel, alleen zat geen sharpness op. En ja, ik had hem nog wel tot 12 HP gehit, maar mij deed iemand anders ook nog een hit. Dus wat dat betreft, het viel allemaal wel een beetje mee. Of nee, tegen. Maar goed, bij wijze van meer weet je, creeper kit kan er wel genurfd zijn. Level 10 kids die blijven OP. Terwijl iemand hier die achter mij zit, mij daar had moeten mappen. Als hij mij namelijk daar had gemapt, had hij de body kunnen halen. Ah, oh, goddammit. Ja, hij heeft alles. For fuck's sake. Dit is zo zuur. Dit is zo ontiegelijk zuur. Ik was zo ontiegelijk snel. Hij kon mij Oh, man. Waarom? Waarom? Morgen komt de laatste... Oh, hij zegt, ik hou van je, flikker. Weet je, mijn body te jatten. Morgen komt de laatste Hunger Games van dit jaar online. En dan doet Hypixel dit, weet je. Wat ik niet eens... Trouwens, mensen, daarover gesproken natuurlijk. Over het nieuwe jaar wat eraan begint te komen. Dus ik kan morgen natuurlijk ook gewoon uploaden. Gewoon twee video's zijn, komen gewoon online die dag. Eén compilatievideo. Die heeft iemand voor mij gemaakt. Waar ik super trots op ben. Dat hij hem voor mij heeft gemaakt. Zonder te vragen. Dus uit zichzelf. En er komt ook nog gewoon een Hunger Games online. Voor de mensen die s'avonds... misschien wel niks te doen hebben, weet je, dat kan altijd. Natuurlijk, mensen zijn veel vuurwerk aan het afsteken, maar voor degenen die wel gewoon lekker thuis zijn, er komt ook gewoon een Hunger Games video om 7 uur, ondanks dat het dan de 31ste is. Ik heb het over morgen, hè, mensen, niet over vandaag. Wat is dit nou weer dan? Ik heb hem down. Zie, Duffy en hij heeft mij down. Dus ik heb hem down. Het was een 2-man team. Maar dit was niet netjes. Maar goed, ik heb wel team down gehaald. Dus de rest van de mensen die in de game spelen, kunnen in ieder geval lekker gaan spelen. En ik zie jullie natuurlijk weer in het volgende potje. Goed mensen, om nog even terug te komen op het verhaal. Jullie zijn natuurlijk meteen achter elkaar aan dat ik het vertel. En voor mij staat er een pauze tussen van een lobby hier naartoe gaan. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Waar was ik ongeveer gebleven? Ik denk dat ik had verteld dat er gewoon een video online komt in ieder geval die avond. Natuurlijk veel kinderen zullen denk ik vuurwerk aan het afsteken zijn. Maar goed, voor de mensen die gewoon thuis zitten of je komt even thuis, wat dan heb je zoiets van, oh, ik wil eventjes een video kijken. De Hunger Games video staat gewoon klaar. Om 3 uur 's middags gewoon een video, kan je gewoon kijken. En we gaan in het nieuwe jaar gewoon door met deze uploadschema, met het uploadschema moeten we denk ik noemen. Gewoon 2 video's per dag. Gewoon de Hunger Games avonds en een andere video overdag. Dus dat verandert allemaal helemaal niks. Tenzij jullie natuurlijk één van jullie vingers verliezen, dan verandert het wel het voor jullie. Want dan wordt het misschien moeilijker om een like aan te klikken, maar... Daar gaan we niet vanuit. Duffy, moet je geen grapjes over maken. Dadelijk gebeurt dat echt. Nee hoor mensen, iedereen moet wel een beetje oppassen natuurlijk.
Maar goed, dat is morgen pas. Dus we gaan eerst deze dag maar eens even doorkomen. Hoewel die al bijna afgelopen is. Hoppakee, dit is lekkere gear. Wacht, kan ik nou een hele gele Power Ranger worden? Maar nee, dat kan niet. Jammer. Maar ja, maakt helemaal niet uit. Weet je, ik heb liever deze broek dan die andere broek. Ik hoop dat ik trouwens de wolfkit heb genomen. Aangezien ik het niet meer weet. Ja, kom maar bij je meer achter door hem zo meteen te krijgen. Even kijken, deze doen we aan. We doen even dit zo. Hop. Oké, we gaan nu mijn kit krijgen als het goed is. Nou, over 7 seconden dan, maar dat vind ik al redelijk nu. Duffy, je at je appel niet. Nee, dat klopt. Dat klopt. Trouwens, wat mensen ook heel veel vragen tegenwoordig, is ook weer de slime kit. Gisteren had ik het voor mij over de creeper kit, waarom ik die minder gebruik. Of in ieder geval minder gebruik, amper gebruik. Mensen vragen ook om de slime kit. Van Duffy, die heb je ook al lang niet meer gebruikt. Waarom of hoe of wat. Er zit ook geen reden achter, maar het is gewoon, weet je, ik pak gewoon de kit die ik leuk vind, waar ik gewoon zin in heb. En in dit geval voel ik me goed om wolvenkit te nemen. Maar ik heb zoiets van, weet je, toch die schoenen, die hondjes, dat is toch even fijn. Ligt ook maar net aan hoe ik, zeg maar, de vorige potjes heb gespeeld. Zoals de twee potje voor heb ik geen win kunnen neerzetten. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is gewoon vervelend. Ondanks dat hij... Waar de freaking hell komt hij in één keer vandaan? Wow. Laat mij met rust. Toch! Ik leef nog. What the freaking hell. Weet je wat het is? In eerste instantie kon ik die kerel met zijn Iron Body gewoon aan. Weet je, dat was in eerste instantie geen enkel probleem. Maar op een of andere manier had hij mij in één keer zo van wham. En ik ga je nu heel veel damage dealen. En ik had zoiets van, what the freaking hell. Want in eerste instantie wou ik voor hem wegrennen. Dat zag je duidelijk ook wel. En toen dacht ik in één keer van, nee, weet je wat, misschien kan ik er wel gewoon aan. En toen in één keer had ik zoiets van, ik ga terug. En toen kwam nog in één keer iemand anders zich erin mengen. Wat ik dacht van, ja, ho even. Ik weet niet wat jij komt doen, maar dat doen we maar even niet. Maar hey, ik leef nog, daar gaat het om. En ik ga maar meteen eventjes proberen nu hier sharpness vandaan te toveren. Want, weet je, beter sharpness dan niks. Zo ben ik ook wel weer. Beter sharpness dan niks. Kom op. Kom op. Oh man, kom op. Kom op. Oh my god. Hè. Wat zit hier eigenlijk op? Speed. Oké, ik heb hier nog wel een speed bottle. Dat is wel nice. Die zou ik kunnen gebruiken voor de damage. Maar dat weet ik nog niet zeker. Terwijl hier mensen een beetje aan het ruzie zijn, lijkt het wel. Pak hem maar. Niet mij die kant op slaan. Ben je gek? Ben je gek? Ben je gek? What the freak? Wat een vuile flikker. Wat een vuile flikker deze Lego man. Ik zit hem nog gewoon te helpen ook. Ik zit hem nog gewoon te helpen, hè. Gewoon door die andere vent proberen neer te halen. En wat doet hij? Hij heeft zoiets van, oh, ik ga jou gewoon slaan. Tuurlijk, hij wil gewoon een kill hebben. Dat is vrij logisch, maar god damn it, deze game is net als de andere games. Er zit één iemand in die gewoon weet wat hij doet. Weet je, het is gewoon een goede speler, die Lego. Egoman 2211222. Dat is ook een naam waarvan je denkt, what the fuck. Maar goed, het is een goede speler. Stop running. Oeh, hij begint al een beetje boos te worden. Dat is altijd leuk als mensen boos worden, want daardoor gaan ze dus minder goed spelen. Heb ik altijd het idee, weet je. Als je boos wordt, een beetje gefrustreerd. Van, oh, ik moet winnen, ja, ik moet die kill hebben. En dan gaat het vaak mis. Dus dat is eigenlijk alleen maar goed, terwijl ik daar iemand zie. Mijn kompas in één keer draait nu. Waar ga ik überhaupt heen, joh? Daar zie ik iemand. Wie is dit? Ja, die zit water in. Daar kom ik niet meer bij in de buurt. Oh man. Why would you do this to me? Come on. Ja, die kan nu lekker in het water ronddurpen. Van welke kant ik ook hem op ga. Ik ben toch wel veilig. Ja, dat ben je inderdaad, ja. Oh man. En die lege man pakt ondertussen gewoon nog even een kill. Weet je, alsof er niks aan de hand is. En deze kerel typt good fight. Goos, we hebben nog niet eens gevochten. Jij rent alleen maar weg. We hebben nog niet eens gevochten. Jij zegt gewoon good fight. Kom freaking hier. Kom hier. Oh my god. Deze kerel ga ik er gewoon achteraan. Weet je, als ik dood ga of niet deze vent, ga ik gewoon achteraan. Ik gun hem gewoon niet dat hij de damage had. Dat is gewoon. Nee. Hij had zoveel massa, hij had nog 6 HP over en dan nu zeker ontsnappen. Nou, denk het niet, mate. Hij heeft zijn regeneration bottle gebruikt. Dat is niet genoeg, jongen. Hij zei, told you, dat is niet genoeg. Oké, ik heb hierdoor wel een golden apple gekregen. Of in ieder geval, die kan ik hierdoor krijgen. Snel. Heb ik zo'n golden apple? Ik denk het. Heb ik zo'n golden apple? Ja, ik heb zo'n golden apple. Mooi zo. Dat is iets waar ik heel blij mee ben, met een golden apple. Want dankzij die golden apple kan ik misschien de derde mensen nog wel winnen. Die Lero man hier is. Oef. Rennen voor mijn leven. La la la. Rennen voor mijn leven. Niet lied idee. Ik wil niet dood door deze man. Wij gaan lekker rennen. En dan moet ik springrennen.
Haha, die had ik lekker door, maar waarom haalt hij mij dan nog steeds in? Waarom? Minecraft, vertel, leg me dat uit. Oh my god. Oké, ik heb de derde match gehaald. Wow. Oké, ik heb in ieder geval de derde match gehaald. Niet dat ik hier nog veel kan gaan doen, denk ik, maar ik heb hem in ieder geval gehaald. Het heeft hij eigenlijk allemaal nog? Ik heb hem. Kijk, ik heb hem. Hier, wacht even hier. Duffy killed Lego man. GG. Mission accomplished. Yes, ik heb hem toch nog down kunnen halen. Dat is toch ook een soort van win. Mensen, ik bedank jullie. Want hij is helemaal boos. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet om op abonneren te klikken. Laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop in ieder geval dat ik jullie morgenavond zie bij de allerlaatste aflevering van de Hunger Games van dit freaking jaar. Later mensen.